We zijn in Zwitserland beland in het dorpje Andermatt. Dat is voor de Gotthardpas linksaf. Een Egyptenaar heeft het hele dorpje zo'n 10 jaar geleden opgekocht en maakt er nu een uniek jetset-oord van. Ja, en wij zijn hier enkele dagen om de omgeving in het gebied, de skipistes te ontdekken, maar ook enkele woningen. Veerst is gespecialiseerd in vastgoed in Zwitserland en gaat ons een en ander laten zien. Dus ik ben benieuwd. Zeker. Het altijd zonnige en sneeuwzekere dorp Andermatt is een van de nieuwste exclusieve bestemmingen in Zwitserland. Sinds Sami Saviris besloot om het dorp om te toveren tot een topbestemming. Hotel The Shady is daarvan het middelpunt. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Hey. Goedemiddag, Arno. Guido, vanwaar deze ontmoetingsplek, The Shady? Ja, je zegt het al, The Shady, het meest luxueuze hotel van de Alpen, wellicht Europa. Maandelijks worden we hier echt gelauwerd. Het is echt, je moet het zien. En ik weet, jij bent gek op kaas, tenminste, dat heb ik gehoord. Hoezo? Heb jij dat weer verteld? Ga maar snel kijken. Ja? Ja, dat ga ik doen. Ah. Terwijl Sanne lekker de Shady bekijkt, wat gaan wij doen? Wij gaan een woning bekijken en dan gaan we, waar je voor gekomen bent, jullie gaan skiën. Hallo. Het is echt ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien. En de Shady Hotels die zitten vooral in het oosten van de wereld. En er is er maar één in Europa en dat is hier in Andermatt. Wil je het beste van het beste, dan biedt The Shady de meest luxueuze vakantieervaring in Andermatt. Het 5-sterren hotel heeft behalve 2 toprestaurants, een schitterende wellness en een luxe in-house skishop en school iets heel bijzonders. Zwitserlands meest exclusieve kaas- en wijnkelder. Guido, jullie zijn al 15 jaar actief hier in Zwitserland met vastgoedprojecten. Maar wat is jullie specialiteit? Iedereen weet wel dat je als niet-Zwitser niks mag kopen in Zwitserland. En daar zijn uitzonderingen op. En die uitzonderingen, daar zijn wij werkelijk de specialist in. Ik zie verschillende gebouwen. Je ging me een appartement laten zien hier. Ja, klopt. Dat is gebouw Wolf. En daar is op de 4e etage nog een prachtig appartement te koop. En dat ga ik jou eens laten zien. Kijk Arno, dit is een 4-persoons appartement. 2 slaapkamers, een grote badkamer. Je kan eventueel ook in de woonkamer toe gasten laten slapen. Jullie hebben verschillende types woningen hier in Andermatt. Hoeveel verschillende verkoop je? Er staan hier vele gebouwen en elk gebouw heeft zijn eigen karakter. Dus het is alpine, modern, rusticaal, art. Wauw, dit is de kaastoren. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Of course, of course. Is Sitlis up? Is yes. From here? It's from here, yeah, yes. Regional cheese. Oh. Hoe zit het eigenlijk, want in Oostenrijk heb je zo'n wet, als je iets koopt dan moet je het verhuren. Hoe zit dat in Zwitserland? Het klopt. Nou, hier is het werkelijk uniek. Niets moet, alles mag. Dus je mag verhuren, hoeft niet. Je mag er gaan wonen. Het is allemaal mogelijk. Dus als eigenaar ben je gewoon eigen baas? Ja, zoals dat hoort. Ja, en als ik het wil laten financieren, moet ik dan in Nederland bij de bank aankloppen? Nee, dat mag niet. Een Nederlandse bank mag niet kadastraal ingeschreven worden in Zwitserland. Dus je moet een Zwitserse bank erbij hebben. Is alleen maar goed, want die hebben traditioneel lagere rentes dan Nederland. En wij kunnen daar volledig assisteren. Is dit Andermatt? Ja, klopt. Dit is de parkeergarage onder de grond, helemaal klaar. En daarop staan al die gebouwen met ieder het eigen karakter. En in verhouding, waar liggen de skigebieden hier ver vandaan? Rondom. Dus hier is een lift, daar is een lift, daar is een lift. Okay, zitten er meer in? Ja, wij gaan vanmiddag skiën, geloof ik. Nou, dat komt mooi uit, want in de Shady staan al skis klaar voor jullie. Helemaal mooi. Ja. Dank voor de uitleg. Jullie skischool zit in de Shady. Wat is precies jullie samenwerking? Wij werken heel nauw samen met het Shady, want wij verzorgen vooral ook de conciërge eigenlijk buiten het hotel. Dus als je boven op de berg komt, verzorgen we dat de restaurants geboekt zijn. En ja, we zorgen dat we de goede pistes voor je uitzoeken met de goede tips en tricks, zodat je dus ideaal van je vakantie kan genieten. Wat een waanzinnig skigebied. We zijn al op veel plekken geweest, maar dit slaat wel redelijk alles, toch? Nou, absoluut. En dan vooral het gebied, het dorp, het skiën, het totaalconcept. Ja. Ik hou ervan. Wil je meer informatie over het project Andermatt? Guido van het Zwitserse bedrijf First weet er alles van en is komend weekend te vinden op de Second Homebeurs in Utrecht. Oh, heerlijk dit. Volgende week zie je meer skiën en andere dingen uiteraard hier in Andermatt. En wil je meer informatie over het prachtige project dat je gezien hebt, ga dan eventjes naar onze website. En vergeet niet ons te volgen op social media en wij gaan skiën. Ja, snaps drinken.